De overheid moet zich houden aan de gemaakte afspraken met de ziekenhuisbonden. Dit bevestigde Lloyd Pohl, voorzitter van de Algemene Bond van Personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, tijdens de gehouden persconferentie van de ziekenhuisbonden. De bonden gaven meer uitleg over de uitvoering van de overbrugging en werven- en behoudstoelagen van het zorgpersoneel. Voorzitter Pohl zegt dat ondanks er meerdere keren een schrijven is gegaan vanuit de ziekenhuisbonden naar minister Ummar Ramadien van Volksgezondheid, er geen gehoor wordt gegeven aan de verschillende eisen. Wat ons verbaast is dat de overheid op den duur een koopkrachtversterking is overeengekomen met een deel van de vakbeweging, waarbij de zorginstellingen, het personeel van de zorginstellingen, is uitgesloten. Lijkt het voorzichtig zeggen, want ik heb een document onder ogen gehad en daarin is aangegeven in elk geval de personeelsleden die vanwege de minister van Volksgezondheid al in aanmerking komen voor iets. Wij zijn natuurlijk daartegen, omdat men hetgeen wij zijn overeengekomen niet kan vergelijken met de koopkrachtversterking die de regering heeft afgesproken. En bij de meeste van de ziekenhuizen of de ziekeninstellingen zijn er ook landsdienaren aanwezig. Pohl benadrukt dat ondanks de getekende overeenkomst door de ziekenhuisbonden en de nodige partijen de afspraken niet te worden nagekomen. Het valt absoluut te betreuren dat de overheid zich niet heeft gehouden aan het gestelde ultimatum, meent Pohl. Zeer verbazendwekkend is dat diverse instellingen wel een koopkrachtversterking hebben gekregen, welke vanaf mij ingaat, eveneens als die van de overige landsdienaren die reeds die koopkrachtversterking hadden gekregen. In het academisch ziekenhuis is er een situatie ontstaan waarbij plotseling een beeld wordt geschetst dat de overeenkomst niet vanaf maart ingaat, maar vanaf april. En onzerzijds is dat niet acceptabel, omdat wij duidelijke afspraken hebben gemaakt daarover. Er is zelfs een akkoord getekend. Dit is getekend, we noemen het een driepartijenovereenkomst, bij het ministerie van Financiën, met vertegenwoordigers van de Bond van het Academisch Ziekenhuis, met vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, vertegenwoordigers van het Academisch Ziekenhuis en vertegenwoordiging van het ministerie van Financiën. Waarbij ook de advocaten van de staat, van de bond en van het academisch ziekenhuis of de OAN aanwezig waren. De volgende stap is het afwachten om het door de vakbonden gestelde ultimatum van